De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, minister Henry Ory, heeft afgelopen woensdag gehad over de problemen die ervoor zorgen dat het altijd moeilijk eraan toe gaat bij het registreren van de leerlingen op de verschillende scholen. Hij geeft aan dat het eigenlijk allemaal ligt aan tekort van data. We voeren nu naar de korte uiteenzetting van de minister. Dat is een goede vraag. Was het maar zo. De praktijk bij ons leert gewoon dat je afhankelijk bent van de betrouwbaarheid van informatiestromen vanuit de verschillende scholen. Daar zijn schoolleiders voor verantwoordelijk, maar we hebben een systeem van particulier onderwijs, bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Wil je vanuit het ministerie, vanuit je dashboard, goed kijken hoeveel plaatsen heb je op welke school en welke type. Daarbij moet je informatie betrouwbaar zijn. Wat we zien is dat in de praktijk er een misvorming van informatie is, omdat schoolleiders op cruciale momenten niet altijd de juiste hoeveelheid klaslokalen, beschikbaarheid van tafels en stoelen en dus leerlingen doorgeven. Waardoor je altijd kijkt van nou, vanuit onze inschattingen zien we dat het goed zit. Maar die praktijk is dus hard, waardoor mensen die zich gaan inschrijven om die school te worden, het is vol, ze keren terug. Dus er is iets mis met die informatie. Wanneer ik nu veldonderzoek doe, waarbij mensen dus het veld ingaan, constateren ze klassen van 15 mensen. Klassen die helemaal leeg zijn, niet gemeubileerd zijn. Dus er is een, wat wij doen is een informatiesysteem betrouwbaar maken, dat wanneer we bij de start en de voorbereiding van het schooljaar moeten wij veel meer betrouwbaar kunnen terugvallen met informatie vanuit die verschillende scholen. Hoeveel plekken hebben wij? Ja, zodat je dat beter kan afstellen. Wij zien ook dit jaar weer grote verrassingen. Je schat in wat je hebt en je denkt het loopt goed. Maar in de praktijk zie je de spanningen. Mensen gaan naar school en krijgen ze horen. Je kan je kind niet inschrijven omdat het vol is. Wat is vol? Je hebt een klassendeler. Hoe noemen wij mooi 30, 35, in sommige gebieden gaat het ook naar 40, maar de rule van ons is 30, is een mooie klasse in Suriname, ideaal is 20, maar in aantal buurten moeten wij dus die klasse delen vergroten, omdat je anders gewoon grote problemen gaat krijgen. Nou, dus ga met die variabelen een beetje spelen en dan zie je dus je constant misinformatie is over wat je beschikbaar hebt op welke scholen en vandaar je dus elk jaar weer voor die verrassing komt dat je dus die matching van de hoeveelheid beschikbare plekken op wat je nodig zou hebben dus anders ziet. Daarna heb je allerlei zaken rond, bijvoorbeeld mensen hebben hertentamen, ze hebben laat ingeschreven, hebben zich niet ingeschreven. Weet u dat er heel veel mensen rondlopen in ons land die gewoon even de hele 2 maanden overslaan en plotseling op 1 oktober een kind melden? Het is gewoon Suriname op zijn best. Weet je, plotseling komen weer 30 mensen zijn niet ingeschreven in Brokkenpolder. 35 mensen komen uit het niks. En zo zie je dus dat je landelijk steeds informatie krijgt, inspectie, krijgt te maken met verrassingen op Latour. Dat er plotseling 13 kinderen op een school willen aanmelden en er is geen plek. Nu vraag je rara, hoe komen die kinderen daar? Van waar komen ze? Dus dat systeem in ons land heeft te maken met betrouwbaarheid van data. En daaraan moet je beter gaan werken aan systemen om betrouwbaarheid van je data. Dat doe je met CBB, ja, et cetera. Maar ook, je weet, als wij Suriname verhuizen van straat E A naar B, geven we gewoon niet door dat we verhuizen. Of we geven niet op tijd door. Neem bijvoorbeeld een districtje verhuizen van Ikeri naar Paramaribo. Maar je vertelt niet aan CBB op tijd dat je dat hebt gedaan. Dus wat krijg je? Vervuiling in het systeem. Dus daarom geef ik aan, je kan nog allerlei mooie verhalen bedenken, maar je moet kijken hoe betrouwbaar is je systeem. Maar het is belangrijk wat u zegt, dat we data moet heel betrouwbaar zijn. De hele wereld draait om. Op je dashboard moet je weten, zoveel scholen heb je, zoveel capaciteit. Wat heb je aan capaciteit in district X of Y? En daarmee ga je plannen. Ja, en plannen is niet alleen elk school, ja, maar je moet kunnen kijken op lange termijn. Je weet dat daar de bevolking aan het groeien is, dus je moet beginnen te bouwen. Snap je?
En dat zijn dus de verrassingen in ons land, dat we veel meer beheersmatiger moeten gaan kijken naar data, de ontwikkeling van demografische ontwikkeling in ons land. En dan gaan we langzaam gaan een situatie creëren dat je een goed voorspelbaar schooljaar kunt krijgen om dit soort dingen te doen. Maar geef je aan, er zitten heel veel verrassingen voor elke keer. Wat zijn de oplossingen dan? U weet wat de problemen zijn. Wat zijn de oplossingen dan? Die data verzamelen, hoe? Wat kunt u nog meer doen als onderwijs om ervoor te zorgen dat dit niet elk jaar gebeurt? Nee, dus één is je datasystemen moeten betrokken zijn, maar ook de discipline van schoolleiders om op een eerlijke, gedisciplineerde manier die informatie uit te wisselen. Als je zegt, op school heb 15 lokalen en dat je dat, laten we zeggen, met een oppervlakte van 7 bij 7 meter kunnen 30 leerlingen goed met stoel en tafel zitten. Weet je dat je op die school met 15 lokalen 15 maal 30 leerlingen kunt plaatsen? Maar plotseling krijg je te horen dat je niet eens de helft kunt plaatsen. Dus hé, wat is er hier aan de hand? Dan hebben we nog onze bijzondere scholen die niet altijd natuurlijk hun eigen visie hebben hoe ze hun scholen beheren. Sommige huren stiekemtjes voor andere doeleinden hun scholen aan anderen. Dat is niet bekend bij het ministerie, dat zijn ook een paar verrassingen die we zijn tegengekomen. Dus jij denkt dat je 6 lokalen daar hebt, maar die zijn er 3 lokalen maar. Dus het systeem moet veel betrouwbaarder worden. En dat noemen ze dus in de onderwijswetenschappen de onderwijsplanning. Dat is, planning betekent dat je dus je resources aan scholen, lokalen, meubilair, etc. moet afstemmen op de behoeften van die samenleving wat betreft het verplaatsen van mensen betreft.